De Bijenkorf, een recreatiegelegenheid aan de Jacques-Vanneerstraat, is vanmorgen door brand verwoest. De brandweer heeft met man en macht geprobeerd om het vuur onder controle te krijgen. Volgens brandweervoorlichter Alton Pinas kwam de melding tegen 9:45 binnen bij de hoofdbrandweerkazerne. Post Knuffelsgracht heeft assistentie verleend bij de blussingswerkzaamheden. Pinas zegt dat de brandweer tegen 9:10 de brand onder controle had. De brandweervoorlichter geeft verder aan dat de brand door de beheerder van de Bijenkorf is ontdekt in de opbergruimte van het gebouw. Daar werden onder andere stoelen en ventilatoren opgeborgen. De beheerder zag toen slechts rookontwikkeling. Door de deur open te laten is er voldoende zuurstof binnengelaten, waardoor een beginnende brand binnen enkele seconden veranderde in een uitslaande brand. Medewerkers van het bedrijf Cool Deep Sing in de Jacques-Vanneerstraat hebben nog geprobeerd om met kleine blusapparaten de brand te blussen. Echter zonder resultaat. Een gasfles werd nog op tijd uit het brandend gebouw verwijderd door de brandweer. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Over de oorzaak tast de brandweer en politie nog in het duister. De politie zet het onderzoek voort. Het gebouw van de Bijenkorf is wel tegen brand verzekerd. Echter maakt brandweervoorlichter Pinas zich wel zorgen over de toename van het aantal woningbranden voor dit jaar. Landelijk staat de teller al op 13 en wel binnen 1,5 maand. De landelijke voorlichtingscampagne zal daarom worden verscherpt. Het Community Safety Project gaat ook normaal door in stad en district. Daar wordt aan huis gesproken met bewoners hoe een brand te voorkomen en hoe te handelen bij brand. Ook wordt informatie gegeven over het belang van een rookmelder en hoe dievenijzer het best geplaatst kan worden. Aldus brandweervoorlichter Alton Pinas.